Dag dames en heren, welkom vanuit de Weerterbergen in Weert voor de eerste aflevering van Thuis in Limburg, het zomerprogramma van TV Limburg. Je hoeft deze zomer niet op vakantie, want hier is het genieten. We hebben gesprekken aan tafel, we hebben veel artiesten voor u en natuurlijk gaan we het hebben over de sport. Want we zijn begonnen, het EK is begonnen, vanavond de eerste wedstrijd van Nederland en de komende 4 weken hier aan deze tafel elke week gasten uit de voetbalwereld. We beginnen vandaag met onder andere Ole Tobiasse, die zo meteen aanschuift, de oud-Deens International. Hem gaan we vragen of Nederland gemakkelijk van de Denen gaat winnen. We hebben muziek, niemand minder dan Frans-Duits is er. En nog veel meer. We beginnen met Ton Kane, de oefenmeester uit Geleen. Ton, hartelijk welkom. In het verleden begonnen als trainer in de Oekraïne, waar we natuurlijk deze weken allemaal naar kijken. Laten we daar ook even beginnen. 2003 was het. Je was bij Roda en je kon hoofdtrainer worden in de Oekraïne. Wat dacht je toen? Een gouden kans? Of dacht je van, oh jee, dat land, wat moet ik daar? Nee, vooral het eerste. En correctie, ik ging daar samen met Wim Frus naartoe. Maar vooral het eerste, gewoon een goede kans. Ja, wat is dat voor een land, Oekraïne? Want wij kennen het eigenlijk helemaal niet. Nou goed, het is een deelrepubliek van voormalig Sovjet-Unie. En het is een land waar de gemiddelde burger niet direct kiest voor vakantie te gaan. Laat staan werken. Maar het is toch vrij autonoom. En op zichzelf gericht en probeert eigenlijk zich ook zelf staande te houden. En probeert enerzijds aan te klampen aan de westerse cultuur. Maar dat is door de republiek en door de politiek toch vrij moeilijk. Dus het is meer Russisch georiënteerd. Ja, maar men denkt hier altijd dat het een arm land is. Heel veel armoede. We kennen de films van Borat, dat gaat over Kazachstan. En iedereen denkt dat dat dus ook daar bij de Oekraïne bijvoorbeeld zo is. Maar dat beeld klopt dus niet helemaal. Nee, niet helemaal. Het land ontwikkelt zich. Het ontwikkelt zich niet zo snel als andere landen. Polen bijvoorbeeld en Tsjechië die zijn natuurlijk veel verder wat dat betreft. Ja, dat klopt. Maar het is wel zo dat de armoede is er nog steeds. Er stond nog steeds een grote verdeeldheid tussen arm en rijk. En er zijn weliswaar minder rijken dan armen. Maar die rijk zijn, die hebben het wel voor het zeggen. Ja. Je was daar trainer bij Metalurg Donetsk. De tweede club eigenlijk van de stad, naast Shakhtar Donetsk. Hoe is het leven daar dan voor een Nederlander die daar voetbaltrainer is? Nou ja, je moet je voorstellen, we praten toch al bijna weer de eerste keer dat ik in Oekraïne was in 2003, dus bijna 10 jaar geleden. Daarna ben ik een keer in 2006 terug geweest. En ja, goed. Ben je een held daar? Ben je daar een bekendheid? Iemand opkijken? Nou ja, goed, je bent natuurlijk wel bekend, dat is duidelijk. Omdat voetbal gewoon een publieke sport is. En ook in dat land leeft het voetbal, maar daar is men buiten de wedstrijd op zich, is men niet zozeer met de sport bezig. Maar om je vraag te beantwoorden, als trainer werk in dat soort landen, het is enerzijds een uitdaging, maar het is gewoon heel erg moeilijk, omdat men een hele andere cultuur gewend is en ook een hele andere cultuur is om daar leiding te geven. En dan moet je denken aan het voormalig communisme, dat zit er gewoon heel erg ingeburgerd. Dus als je daar sociaal-maatschappelijk probeert met de mensen om te gaan, dan is dat niet te adviseren. Want de mensen zijn meestal gewend om onder druk te presteren. Ja, laten we even naar het sportieve toe gaan. Oekraïne, dat is een land waarvan we Shevchenko kennen, Timoshuk kennen we. Maar verder is het voetbal hier natuurlijk heel erg onbekend. Nee, je zegt het al. Hè. Je hebt natuurlijk een tweedeling. In ieder geval de Oranje Revolutie. En je hebt nu Yanukovych als premier. Of volgens als president die het meer Russen oriënteerde. Dus het voetbal wordt meer gelinkt naar Rusland dan Europa. Alleen, er is altijd nog steeds een van de landen met het meeste geld. Dus heel veel voetballers die zeg maar, niet in de grote competities terecht kunnen. Hè, lees Duitsland, Engeland, Spanje, Italië, noem maar op. Die gaan dan toch voor het geld en dat soort landen. En dat is er natuurlijk een overvloed. En de competitie heeft zich wel de laatste jaren sterk ontwikkeld. Shakhtar Donetsk, die nam ik hier voorheen. Hè, in de goede tijden toch ook in de Champions League. Maar het kan gewoon op clubniveau niet de ontwikkeling doormaken in andere landen. En dat heeft gewoon te maken dat de echte goede voetballers gaan er niet naartoe. Ja, ja. We zeiden net al het vooroordeel van een beetje een bananenrepubliek, een beetje een raar land. Hoe zat dat in de sport? Is het vergelijkbaar met West-Europa? Nee, vind ik niet. Ik moet zeggen dat de accommodaties waar je moet werken, die zijn gewoon top. Want de mensen in het voetbal, zitten toch veel eigenaren van industrieën, metaalfabrieken. Ja, die stoppen daar heel veel geld in. Dus als je de trainingscomplexen ziet, dat zijn complete dorpen. Daar ontgaat je niks. Maar wij waren de tweede club van de stad. En Shakhtar had 14.000 mensen en wij moesten met een paar duizend mensen. Dus er is wel een verdeeldheid. Dus de sport
kun je absoluut niet vergelijken met West-Europa. Ja, je had twee clubs dus, Shakhtar en Metalurg. Was Metalurg de club van het volk ten opzichte van Shakhtar misschien wat meer voor de rijke lui? Nee, ik heb altijd geweten dat de eigenaren van beide fabrieken, dat waren businesspartners. En laat ik zo zeggen, als wij tegen Shakhtar speelden, dan leek het net of wij niet op volle oorlogsterkte tegen die ploeg speelden. Omdat je zo'n satellietclub was. Dus nee, Shakhtar is echt de club, maar Metalurg is wel altijd een club geweest die Europees voetbal heeft gehaald in de tijd dat ik daar was. Ja. We gaan naar het EK toe. Heel veel Nederlanders gingen naar Bern 4 jaar geleden. Natuurlijk nu wat minder mensen naar de Oekraïne gaan. Het is natuurlijk een stuk verder. Twee dingen die opvielen is dat de GGD bijvoorbeeld zei, ja, let op, je moet wel ingeënt worden als je daar naartoe gaat. Iets wat heel veel mensen ook niet wisten. Hoe is het daar? Is het daar veilig? Niet alleen qua ziektes, maar ook qua criminaliteit? Ja, ik denk dat dat enerzijds is om zichzelf in te dekken als organisatie. Dat je zegt, wij hebben je gewaarschuwd of hebben u gewaarschuwd. Maar voor mij is dat niet in de orde. Ik heb daar 2 jaar geleefd en ik mag zeggen, ik ben nog steeds gezond. Nee, het is absoluut niet zo qua gezondheid. Maar het is natuurlijk wel een land waar het niet altijd veilig is. En je moet je voorstellen dat, even plat gezegd, van de zakkenroller tot georganiseerde criminaliteit hebben zich natuurlijk wel voorbereid op die grote stroom van rijke Europeanen. Je ziet het aan hotelprijzen die 6 keer duurder worden. Taxisbedrijven zijn te grond gestampt. Ja, men probeert daar toch in die paar weken tijd een slag te slaan. Dus het is zeker waar dat mensen wel, zeker niet s'avonds laat alleen over straat moeten lopen en dat soort zaken. Maar om het nou echt onveilig te noemen, het is maar wat je zelf ervan verwacht en hoe makkelijk je daar aanpast. Ja, nog een ander negatief ding en houden we erover op. In Polen was het Nederlands elftal, daar werd iets geroepen over racisme. Het was niet helemaal zeker of het inderdaad racisme was tegen de donkerspelers van Oranje. Hoe zit dat in Oekraïne? Is daar ook voedingsbodem voor dat soort rare sympathieën? Nou, ik heb het absoluut niet meegemaakt. We hadden voor veel mensen bekend een speler ons elftal, Yaya Touré. Laat in Engeland groot geworden. Ja, in Engeland en Barcelona gespeeld. En ja, die speler werd alleen maar door zijn kwaliteit werd hij gewoon begeerd. Dus ik heb het niet meegemaakt, maar we moeten ook niet vergeten dat dit EK en heel de wereld wordt uitgezonden. Dus wellicht dat er toch een aantal groeperingen zijn die dit gebruiken om zichzelf te uit te maken. Ik heb het niet meegemaakt, ja, ja, precies. Goed, we gaan naar Oranje, want maar één vraag telt. Worden we Europees kampioen? Ja, goed, dus koffie te kijken en je hoeft de 's avonds tv maar aan te zetten waar alle mensen die een klein beetje het groot verstand van voetbal hebben, een mening hebben. Laat ik zo zeggen, de kwaliteit is er absoluut. En je bent toch vieze weltmaats, om maar zo te zeggen. Dus de druk is hoog. Ja, precies, maar die moet je ook zelf opleggen. Alleen ik denk dat er geen uitgesproken favoriet is. Het zal toch tussen een landen of 3-4 gaan, die voor iedereen bekend is. Maar je hebt wel gezien dat er geen uitgesproken favoriet op dit moment top speelt. En er zijn natuurlijk een aantal spelers van Duitsland die natuurlijk de misgelopen Champions League finale in een kleren bezitten. Maar ik denk op het moment dat een speler op het toernooi speelt en hij is bezig met zijn sportieve prestatie, dan vergeet je dat en dan komt het best in je over. Dus ik denk dat het misschien wat stroef begint, het toernooi. Maar ik denk dat in de eindfase we absoluut topwedstrijden gaan zien. Stroef begin, ik ga het daar aan Ole Tobias vragen. Hoe moeilijk zijn de Denen vanavond? Nou, ik denk absoluut moeilijk. Kijk, Nederland is bekend dat Nederland altijd moeizaam start aan het toernooi. Dat is traditiegetrouw. Maar van de andere kant is het zo dat deze pool, ja, is het bijna een absolute must dat Nederland morgenavond wint. Want anders heb je direct de verplichting om tegen Duitsland, daar mag je geen punt meer laten liggen. Anders bij je tegen Portugal is het al, omdat keizer dat is waar. Dus ik denk dat het heel moeilijk wordt. Maar ik mag er wel zeggen dat de kwaliteitsverschil, met alle respect voor de Denen, is zo groot. Dat als Nederland gewoon zijn vorm haalt van de dag en zijn gefocust, dan denk je wel dat Nederland met een 2-0 overwinning moet kunnen halen. Afgelopen weken is ongeveer alles bediscussieerd wat er met Nederland zelf al te maken heeft. Kun je me één ding noemen waar je zegt, aan die discussie heb ik me toch wel behoorlijk geërgerd. We moeten dus ophouden met oude hoeren. Nee, ik denk dat dit hoort erbij. En ik denk dat je dat ook aan mensen moet overlaten. En het goede ervan is dat de bondscoach echt wel zijn eigen plan trekt. En hij wijkt er ook niet vanaf. En daardoor is ook die discussie ontstaan, want iedereen weet dat hij niet vanaf wijkt. Van Van Persie en Huntelaar. Maar ik zou in principe, maar ik ben niet de bondscoach, maar ik zou met z'n beiden spelen. Dus met Huntelaar op 9 en Van Persie erachter. En ik zou gewoon één verdedigende middenvelder daarmee opeisen. Of de Jong of Van Bommel. En dan denk ik als je met Sneijder en met de Jong op het middenveld speelt. En je hebt Van Persie op 10, Huntelaar op 9 en Affolay en Rob aan de zijkanten. Dan is het niet zo erg dat we problemen met de verdediging hebben. Maar goed, de Wiel en ik, dat is mijn mening. Maar je bent een fan van Bert van Marwijk?
Ja, wat ik, kijk, hij is de succesvolste bondscoach tot nu toe. De man blijft stoïcijns zijn eigen werk doen. Zegt niet meer dan nodig is. En hij weet van al die kwalitatieve goede spelers, weet hij altijd op het toernooi rust te creëren. En die jongens het best naar ze boven te halen. Dus dat vind ik een compliment. Dus hij vindt het team belangrijker dan zichzelf. En dat vind ik echt een kwaliteit. Ja. Nou, dankjewel voor Oranje. Dankjewel voor je toelichting over Oekraïne. Blijft nog één vraag over, namelijk waar is Ton Kane volgend jaar trainer? Want we kennen allemaal het verhaal over dat het had Fortuna eigenlijk moeten zijn in jouw ogen. Dat is het helaas niet geworden. Die discussie die geloven we verder wel. Maar wat nu? Nou ja, goed. Ik was met een aantal projecten bezig. En de meest zekere leek Fortuna. Nou goed, boek dicht. Daar moet ik het niet over hebben. Dat is afgelopen. En opnieuw ben ik nu naar de nieuwe projecten aan het kijken. Maar goed, zolang ik niet op het veld sta, er zijn een aantal andere voetbalprojecten waar ik voor ingehuurd word. Dus ik kan dan toch een stuk advieswerk doen, een consultantwerk. En als er dadelijk een mooie club voorbij komt, stap ik erin. Ik ga niet zomaar ergens beginnen. Moeten we wel een goed gevoel bij hebben. Maar advieswerk, ben je de adviseur van Bert van Marwijk dan? Of moeten we het zien? Het zou een mooie functie zijn, maar ik denk niet dat hij mijn advies nodig heeft. Hij heeft cookie, hè? Hij heeft cookie. Precies. Dankjewel, Ton. Heel veel succes. Dames en heren, Ton Kane. Graag gedaan. Ja, en wij gaan verder met een stukje muziek, want het EK is begonnen. En de afgelopen week hebben we zo ongeveer 600 nieuwe oranje liedjes gehoord. Ook een aantal ervan afkomstig uit Limburg. En we gaan met één iemand praten. We gaan praten met Bernie Bilderberg. Ja, carnavalsliedjes, ze horen dus erbij, met het Oranje EK natuurlijk ook. Heel veel nieuwe nummers, een van Bernie Bilderberg. Bernie, hartelijk welkom. Hallo. Met zo'n naam zou je beter volgens mij voor Duitsland nummers kunnen maken, of niet? Ja, ik heb getwijfeld of ik een wit shirt aan zou doen of een oranje. Ik had een wit shirt liggen, maar het is kapot gebeten door mijn hond. Oké, nou, dat is als ik wel goed. Ja. Toch? Maar je bent op een top Oranje fan. Stel je even voor de mensen die je niet kennen, waar kom je vandaan? Ik kom uit Roermond. En ja, zou je niet horen. Maar jarenlang Oranje fan natuurlijk. Ja, jarenlang. Ik was jarenlang de man op de achtergrond voor Bert van Marwijk. Dus, Oké. Ik heb hem. Wat bescheiden rol. Dus, ja, goed. Ja. Hij heeft alleen tijdens de finale WK heeft ze niet gedaan wat ik gezegd heb. Oh, en? Ja, dan had hij hem gewonnen. Dat maakt hij nu helemaal goed. Dat maakt hij nu helemaal goed. Ja, ja, ja. Zeg, ik zei net al, Oranje songs. Men doet daar een beetje meewarig over. Een beetje van, ja, dat is niet allemaal zo geweldig. En Giel Beelen, die had het minst slechte EK-nummer. Wat vind je van al die hijsa eromheen? Ja, het moet gewoon leuk blijven. Het is een geintje. Geintje? Ja, je moet... En als het dan succes wordt, ja, dan heb je mazzel. Oké. Wij hebben dit liedje gemaakt met drie vrienden. Gewoon voor de gein. En... ja, een clipje bijgemaakt op YouTube. We gaan hem daar bekijken. We gaan ook zo meteen hier live kijken. Ja. Trouwens, ben je soms verre familie van Jackie Bagger of zo? Ja. Nou, toch. Met een stiefbroer. Stiefbroer zelfs. Ja, ja, kijk eens aan. Oké. Okay. Nou, genoeg ouwe hoort. We gaan zingen. Hoe heet het liedje? Holland Party Olé. Holland Party Olé. Kennen we die toevallig? Ja. Oké. Okay. Zullen we allemaal meedoen? Ja. Dames en heren, geef die microfoon aan mij. Je hebt die. Bernie Bilderberg. Oké. Okay. Handjes!
Ja, Bernie Bildenberg was dat. En u kunt hier altijd bij zijn. We nemen bijna elke werkdag op hier vanuit de Weertebergen in Weert. Wilt u de opnamedata zien, ga even naar www.tvl.nl. En dan ziet u allemaal optredens, maar ook gasten hier aan tafel. En deze uitzending staat natuurlijk helemaal in teken van het EK voetbal. De openingswedstrijd Nederland tegen Denemarken. En daarom is aangeschoven niemand minder dan Ole Tobiasen. Ja. Dankjewel. Voor de mensen die het niet weten, oudspeler van onder andere Ajax, MVV en natuurlijk het Deense nationale elftal. Maar je woont al dik 15 jaar in Limburg, dus ik vraag je als eerste, ben je nou inmiddels meer Limburger dan Deen of zit het zo niet in elkaar? Ja, Limburger weet ik niet, maar ik voel me wel een beetje Nederlander geworden. Ja? Je blijft natuurlijk een bepaald gevoel hebben voor je vaderland Denemarken en morgen zal ik ook zeker voor Denemarken zijn. Je loopt niet in Oranje morgen? Dat niet, nee. Maar wel alle andere wedstrijden? Ja, wat ik zeg, je hebt toch een bepaalde oranje gevoel. En in andere wedstrijden heb ik toch een voorkeur voor oranje. Oké, okay. Nou, wat ik al zeg, je woont dik 15 jaar hier in Nederland. Kun je beschrijven wat het verschil is tussen Nederland en Denemarken om te wonen? Wat is het verschil? Of is er geen verschil? Dat kan ook. Het enige wat ik hier mis eigenlijk is de zee. Maar ja, dat heb je in Limburg. Ik heb ook x aantal jaren in Amsterdam gewoond. Dan zit je wel dik bij de zee. In Limburg, ja, dan moet je toch een paar uurtjes rijden, ja. om aan de zee te kunnen liggen. En dat is eigenlijk wat ik mis. En dat is het grote verschil van Kopenhagen en Maastricht. En wat mis je als je in Kopenhagen bent aan Limburg? De frikadellen. De frikadellen, oké. Okay. Nou, we zullen daar een rondje voor je laten komen. Dus, als sportman kan het wel, niet natuurlijk. Hè. Ik zei het al, oud-international voor Denemarken. Weliswaar maar 6 caps. Met een speler van jouw statuur hadden dat er eigenlijk veel meer moeten zijn. Helaas maar 6 inderdaad, door blessures, 3 keer kruisband afgescheurd. In 98 was ik eigenlijk fit, dan had ik eigenlijk een afvallei verhaal. Ik kwam terug van de blessure, van mijn eerste kruisbandblessure. Was eigenlijk fit, had een paar oefenwedstrijden gespeeld, maar mocht er niet mee van Ajax. Die hadden gezegd, ja, de risico is te groot. Je bent nog jong, er komen nog veel eindrondjes hopelijk voor je. Maar ja, helaas is dat niet gelukt. En als ik nu Avelijs zie, ja, dan vind ik het geweldig voor die jongen dat hij toch weer mee mag doen. Dat Bert hem ook geselecteerd heeft. En hij heeft eigenlijk ook bewezen in een paar oefenwedstrijden dat hij gewoon erbij hoort. Ja. Ja, iedereen hier in Nederland zegt, Denemarken, kippetje, pakken we wel even. Ja, ik hoop het niet. Ik zit wel in een bepaalde angst. In de groepsfase absoluut, want op papier zijn ze de underdogs en ze zullen het ook heel moeilijk krijgen. Maar nogmaals, dat is gewoon een hele, hele zware pool en om echt 2 teams eruit te plukken van die 2 gaan door, dat kan ik niet doen, nee. Maar Denemarken is de kleinste van de 4, om het dan maar zo te zeggen. Ik wil het zo zeggen, de Denen staan helemaal niet onder druk, die hebben alles te winnen en niks te verliezen. Ja. Ja. Ja, we hadden net even de selectie doorgenomen. Volgens mij het halve elftal heeft in het verleden hier in Nederland gespeeld, hè? Inderdaad, er zijn toch een stuk of 6, 7, 8 spelers die toch of nu in Nederland speelt of gespeeld hebben. Dus inderdaad, ze kennen het systeem wat Nederland speelt natuurlijk. En niet alleen de spelers. En er zit natuurlijk ook een trainer op de bank die ook werkzaam is geweest in Nederland. En hij kent natuurlijk ook Morten Olsen. En hij weet natuurlijk ook alles, maar niet alleen van het Nederlandse team, ook van alle tegenstanders. Wat is het grote wapen van Denemarken? Ja, wat is het grote wapen? Ik zei het net voor de uitzending. Het grote wapen ligt misschien niet op het veld, maar staat misschien buiten het veld en dat komt door de trainer. Hij kan er echt een team van maken. Hij kent alle tegenstanders en kan ze analyseren. En dat is eigenlijk de grote kracht van Denemarken. Niet alleen op de eindronde nu, maar ook in de hele groepsfase na het EK toe. Ja, dan zie je toch hoe sterk het team maakt, ondanks op papier dat ze eigenlijk minder zijn. En dat is eigenlijk ook een van de grote krachten van het Deense team op het EK nu. Ja, de Denen hopen natuurlijk een beetje op de herhaling van, wat was het, 92? Dat zou mooi zijn, het Europees kampioenschap, ja. Toen ze als invaller mee mochten en die finale haalden. Ja, nu zijn ze rechtstreeks geblazen en eerste eindelijk in de pool. Dus dat is toch andere verwachtingen. Maar ja, om eerlijk te zijn geef ik Denemarken geen kans om het EK te winnen. Ik wil zeggen, het Deense team zie ik niet door de groepsfase komen. Ik zie ze niet echt groeien. Maar nogmaals, ik wil toevallig doorkomen, dan schat ik ze weer kansen. Maar dan gaat het om 1 wedstrijd en niet om 3 wedstrijden waar je moet plaatsen. Maar dan gaat het om 1 wedstrijd en dan heb je als team, dan weet je gewoon, oké, dit is 1 wedstrijd, we moeten vandaag presteren en dan heb je weer
dat groepsgebeuren eigenlijk. En dan zie ik ze wel in één keer wel kansen maken. Maar nogmaals. Wie tip jij dan als de grote winnaar van dit EK? Ja, er zijn meerdere ploegen die het kunnen winnen. Nederland, zeggen we dan maar heel optimistisch? Zijn een van die vier, vijf teams die het kunnen winnen, ja. Je hebt ongetwijfeld gepoeld ergens bij jou in de buurt. Nee, dat niet. Dat heb ik echt niet gedurfd deze keer. Met name als ik Duitsland zeg, ja, dan word ik ook niet populair. Met Denemarken, ja, daar kunnen ze een beetje mee vinden. Maar Nederland zeg ik niet, nee. Ja, nou goed, we gaan het zien natuurlijk. Je zit vanavond op de bank thuis met je gezin of ga je de kroeg in? Ik zit bij ons thuis. Hangt de Deense vlag buiten. Maar dat blijft nog een geheim van het bezoek. Oh ja, je hebt bezoek wel bij. We krijgen morgen bezoek. Heb je Denen op bezoek of Nederlanders? Nee, het zijn allemaal Nederlanders. Dus je bent in de minderheid? Ik ben eigenlijk in minderheid. Ik hoop dat ik mijn zoon kan overpraten om voor Denemarken te zijn. Maar het zal wel moeilijk worden. Ja, voor wie is hij dan? Ja, hij is eigenlijk van beide teams. Hij beseft het nog niet, daarom ben ik ook benieuwd naar morgen. Als we naar de wedstrijd zitten kijken, wat hij dan zegt. Dan zal ik hem wel zeggen van, wie gaat winnen. Dan ben ik benieuwd of Denemarken of Nederland zegt. Oké, nou we gaan het zeer zeker zien. Ik zei al, je bent dik 15 jaar hier in Nederland. Het laatste jaar een beetje uit de picture. Wat ben je op dit moment allemaal aan het doen? Afgelopen seizoen heb ik de A1 van Roda getraind. Ik stop nu bij Roda. Ga volgend seizoen ERC, Hoensbroek trainen in de hoofdklasse. Ik ben begonnen met een makelaarsbureau, met een oud-MVV-speler Gunda Tsipout. Dat doe ik, eigenlijk wil ik graag als fulltimer trainer aan de slag. Is een beetje moeilijk, met name ook hier in de Zuiden. Mooie kans om ERC te trainen volgend seizoen, om daar ervaring op te doen. En wie weet wat de toekomst brengt, in ieder geval. Alles loopt goed, maar makkelijk is het niet om fulltime functies te krijgen in de voetballerij. Ja, ik heb jou een aantal jaren geleden geïnterviewd. Toen vroeg je, ga je ooit terug naar Denemarken of blijf je hier? Toen was je nog heel erg aan het twijfelen. Heb je inmiddels een keuze kunnen maken? Geen keuze gemaakt. Ik wil zeggen, op dit moment wil ik wel in Nederland blijven. Maar zou er iets moois op het pad komen in Denemarken? Ja, dan gaan we wel, dan gaan we misschien wel terug. Maar het is niet zo dat ik per se terug moet. Absoluut niet. Een van de spelers van Rode JC, Mats Jonker, is een Deen. Stond op de nominatie om mee te gaan naar het EK. Is helaas op het laatste moment afgevallen. Jammer of terecht? Jammer. Jammer? Ja. Dan zie je hoe snel het kan gaan in de voetballerij eigenlijk. Het seizoen daarvoor, topscore voor Roda. Was echt de boxspeler. Was in de 16. Afgelopen seizoen had hij Malke gehad. Uitstekend seizoen gedraaid. Zie je Jonker in een andere rol. Heeft misschien ook zijn plek gekost in het Deense team. Hij scoort minder afgelopen seizoen. En dat heeft hem wel de nek gekost, denk ik. En dan zie ik een, niet om met Niklas Pedersen slecht te praten van Groningen. Maar hij wordt dan in plaats van Jonker geselecteerd. En die heb ik niet zien komen. Ja. Ik had toch een Maas Jonker graag op het EK gezien. Absoluut als pinzetter. Dankjewel Ole Tobias. Ja, Mats Jonker dus niet mee met de Denen. Maar we hebben hem wel nog even gesproken voordat hij Roda verliet. Want het is maar de vraag of hij daar na de zomer terugkomt. En hij is natuurlijk teleurgesteld, maar hij ziet wel kansen voor de Deense ploeg. De Deense spits Mats Jonker kende drie zeer succesvolle jaren bij Roda JC. En door zijn prestaties is er ook lang een beeld geweest bij de Deense bondscoach. Maar Morten Olsen koos uiteindelijk voor andere spitsen achter de onbetwiste Niklas Bender. Jonker had EK Geer als bekroning op zijn carrière willen metmaken. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. En hoe wordt dat beleefd in Denemarken, zo'n EK? Ja, een beetje zoals Nederland eigenlijk. Het is wel een feest voor iedereen. We hebben natuurlijk dit jaar minder verwachtingen dan met de WK hadden we wel de verwachting om door te gaan in de pool. Dat is niet gelukt. Maar weet nu dat je een heel zwaar pool hebt, dan elke wedstrijd is op zich wel een leuke wedstrijd. Dan wordt wel eens een feest beschouwd. Ja, in Nederland is het zo, daar wordt eigenlijk al gedacht van ja, we gaan die titel even pakken. Hè. Zijn ze ook zo optimistisch in Denemarken? Nee, als we doorgaan van de pool, dan is het al prijs denk ik voor ons. Dus, maar goed, ik denk dat iedereen wel liever die wedstrijden hebt als we in de pool hebben. Dan als je bijvoorbeeld in Griekenland en Tsjechië speelt, dan uiteindelijk toch eruit gaan. Dus het worden heel leuke wedstrijden en ook al gaan we 0 punten naar huis, dan zijn we wel tevreden. Ja, als je weinig verwachting hebt, dan kan dat soms leiden tot iets moois, hè? Ja, dat hebben we ook 20 jaar geleden gezien. Dus in 92 was het ongeveer hetzelfde. We hadden ook wel heel moeilijke tegenstanders en uiteindelijk ook wel die beker mee in huis genomen. Maar dat was toen, denk ik, en het zou wel heel moeilijk worden. Wie moeten we in de gaten houden? Ja, we kennen natuurlijk veel Denen, hè? Wie moeten we in de gaten houden? Ja, goed. Eriksen ken je natuurlijk vanaf hier. En,
ja, Rommedaal ken je ook vanaf hier. Hij speelt bij de Elfstal heel erg sterk, moet je zeggen. Iets minder bij zijn club, maar Bentner is wel onze beste spits en onze eerste spits. En hij was heel bepalend in de kwalificatiereeks. En hij is wel die man waar het vandaan komt. Hij is wel onbetwist nummer 1 en dat heeft hij ook wel laten zien afgelopen veel wedstrijden. Hij heeft al 50 wedstrijden, denk ik, op zijn leeftijd is dat wel aanzienlijk wat. Dus, maar goed, hij is onze nummer 1 en daarachter hebben wij niet heel bepalende spelers. Dus hem, Schön en Eriksen, dat een beetje creativiteit moet zorgen. In de wedstrijd tegen Nederland, want die is er al eens geweest laatst op de World Cup. Ja. Ja, Denemarken kan revanche nemen dan. Ja, klopt. Maar die wedstrijd wel Nederland moeilijk gemaakt de eerste uur. Daarna maakte Simon een eigen goal. Dus goed, als hij het deze keer niet doet, dan zullen we wel dik erbij zitten. Maar we hebben best een goede organisatie en een goede felle ploeg. Dus ik denk dat er wel die drie andere teams wel moeite hebben dat ze tegen ons moeten. Want wij kunnen wel van een verrassing zorgen. Ja, misschien richten zij zich meer op de andere ploeg en kunnen jullie een beetje ertussendoor. Ja, ik denk dat het voor ons wel jammer is dat we zo sterke tegenstanders dat je met drie hebt. Want had je 1 of 2 goede, hadden we wel een stunt kunnen maken. Nu lijkt het wel heel onverschrikkelijk. Maar ja, goed, we spelen wedstrijd tot wedstrijd. En wij beginnen natuurlijk met een punt tegen Nederland of 3. En dan, ja, goed, dan zitten we wel goed in de pool. En dan moeten we tegen Portugal. En die verslaan we altijd, ook in de pool, in de kwalificatie. En dan in Duitsland kunnen we wel laten lopen. Dus. Ja, vanavond dus Nederland-Denemarken zonder Mats Jonker. Ole Tobias, de laatste vraag voor naar de reclame gaan. Wie gaat er winnen en wat wordt het? Wie dit EK gaat winnen, nogmaals. Nee, ik bedoel Nederland-Denemarken. Wordt 1-1. Oh, maar, veilig. Ja, ik moet een beetje diplomatisch blijven. Maar op papier vind ik wel dat Nederland moet winnen. Maar nogmaals, het is een open wedstrijd. Eerste wedstrijd van het toernooi. Het is altijd speciaal. Dus ik gok op 1-1. Oké, dankjewel Ole Tobiassen. Ja, we zitten hier nog altijd in de Weerterberg in de Weert. Zometeen na de reclame meer muziek, onder andere van Frans Duits. En u kunt nog wat winnen, want we geven namelijk ook een verblijf hier op de Weerterbergenweg. Je hoort de kinderen al spelen, het is hier heel gezellig. Dus wat dat betreft moet u even 1 vraag beantwoorden. We hebben het er net over gehad met Ole Tobiassen. Hoeveel interland speelde hij voor de Deense ploeg? Weet u het antwoord, stuur het dan naar redactie@tvl.nl. Redactie@tvl.nl. En wellicht vindt u wel een verblijf hier op de Weerterbergen. We gaan even naar de reclame. Tot zometeen met onder andere Frans Duits.